Hallo en welkom bij een nieuwe gameplay commentaar van Gamersnet.nl en ik ben Peter en naast me zit Tom en dat is omdat Tom heeft gespeeld met Mario Tennis Aces. Ja, gereviewd en wel. Video review van ons staat inmiddels al online. De geschreven review staat inmiddels al online. Maar goed, als je wil weten wat wij ergens van vinden, kun je het gewoon vinden. Ja. Van online. Gamersnet.nl schijnt zo'n plek te zijn. Maar nee, ik had heel veel gameplaybeelden opgenomen, omdat ik dat tegenwoordig doe als ik dingen review. En ik had zoiets van, weet je wat, laten we deze vrolijke beelden meer delen met de man. Ja. Met de mens. Dat is leuk. We zien Mario in een tennis outfit. Nou ben ik ontzettend goed in tennis. Ik vond het ook altijd heel erg leuk om tennisspellen te spelen. Topspin, weet u nog. Oh ja. Maar wat ik ook heel vet vond, was de Mario Tennis 64. Want dat was gewoon echt ook een heel goed tennisspel. Buiten dat de power-ups grappig zijn, was het ook gewoon een goed tennisspel. Dat kun je niet zeggen trouwens over de tegenstanders in deze game op dit moment. Nee, dit is duidelijk nog de tutorial. Dus dan krijg je dat ook. Ja, die heb ik net ook even doorgespeeld. Je hebt de game in een 8 beoordeeld. Wat is de vibe die je hebt van het spel? De vibe is dat dit echt een van de beste tennisspellen van de afgelopen jaren is. Ongeacht van het, wat je inderdaad ook al zegt, ongeacht van hoe ernstig dit Mario uitstraalt of niet. Het tennisspelletje in de basis staat gewoon echt heel erg sterk. En dat komt ook wel, dat komt hard over nadat de Mario Tennis serie, of in ieder geval Mario Sportspellen serie, eigenlijk een beetje in het slop was geraakt. Ja, het was veel te veel gedoe met upgrades en daar was de balans helemaal mis. Power-ups en dergelijke. En dan is het leuk dat je inderdaad heel even groot kan worden van een of andere enorme paddo. Maar dat maakt het tennisspelletje niet heel veel diepgaander. En hier heb je daadwerkelijk op de Switch gewoon weer veel verschillende slagen, veel diepgang, een energiemeter die vol loopt, waardoor je weer allerlei toffe sprongen kan doen. En zelfs als je allerlei lijpen, power-ups, als je zo'n sterrenslag doet, die zijn ook gewoon te blokkeren door je tegenstanders. Dus het is niet zo van, ik heb de power-up, dus ik win. Nee, precies. Je kan er wat tegen doen. Dit is een van de power-ups, kun je first-person richten. Ja, kun je heel even first-person richten. Wat raar is, want je schoot raak en hij kwam niet uit. Nou ja, goed, dat is natuurlijk omdat ik met een lob schoot en nu ging hij eroverheen. Oh. Hey. Maar dit is dus leuk, want dit zijn dus allerlei kleine challenges die in de verhaalmodus zitten. En de verhaalmodus laat jou wegwijs raken in het tennisspelletje. Ja, dit is eigenlijk volgens mij voor het eerst dat wij binnen een sportgame van Mario echt een diepe verhaalmodus hebben, volgens mij. Ja, het is niet echt heel diep gaan te noemen, maar de challenges die je krijgt zijn best wel leuk. RPG elements okay, confirmed. Oké. RPG elements confirmed. En dat zei ik toen ook tijdens de preview. Ik zei, wow, holy shit, er komt RPG elementen in. Dat je dus daadwerkelijk up kan levelen en sterker kan worden en verschillende rackets kan kiezen. Maar dat is wel heel erg oppervlakkig. Die verhaalmodus, dat die terug is en dat er allerlei leuke challenges en puzzeltjes in zitten, zoals hier ook is, op tijd en dergelijke. Het is daadwerkelijk heel lastig. Het is daadwerkelijk heel erg leuk. Maar dat RPG element, dat is, ja, dan zie je zonder jouw controle zie je een balkje wat vooruit gaan van, oh, nou zou Mario wat sneller moeten zijn. Nou ja, ik merk daarvan de rally tot rally weinig van. Ja, dus dat als je een diepe sport RPG wil, dan ga je dat hier niet op niet zozeer krijgen, zou ik zeggen. Zou ik dat ook een squash zit er ook in? Squash eigenlijk gewoon. Ja, dat was eigenlijk net een soort van squash inderdaad. Ja. Ja, maar dan met een soort van magische portaal. Ja, en ze hebben met het verhaal, dat zie je ook, je hebt een overworld en is iets met die Avengers. Ja, het is bijna die Avengers. Ja, het is de Infinity Racket is een ding. Luigi is tainted door de zwarte magie die in de Infinity Racket zit, die trouwens niet de Infinity Racket heet. Maar er zijn wel krachtstenen. En die krachtstenen moet je verzamelen voordat de evil Luigi het doet. Want als hij alle 5 de krachtstenen heeft, oh nee, dan smasht hij waarschijnlijk een gat in het tijdruimtecontinuum. Mooi. Ja. En dat is dus het verhaal. Nee, dat is flinterdun natuurlijk. Flinterdun, maar wel verwijzend naar de filmserie een beetje hoor. Volgens mij doen ze dat wel expres. Het is allemaal paars. Paars en magische krachten. En verschillende stenen in dat racket. Dus het is wel echt gewoon een verwijzing naar die Avengers. Nou, dat is super grappig. Ja, nou ja, het is een leuke manier om je door verschillende situaties te slepen. En om te zeggen van, hey, je hebt een eindbaas verslagen, hier heb je een krachtsteen. En dan weet je dus in ieder geval wel van, nou, er zijn een aantal verschillende werelden. Een aantal verschillende tegenstanders. En dat wil dan zeggen dat je uiteindelijk toch best wel een volle verhaalmodus krijgt. Al moet je niet verwachten dat je daar keer op keer in terug gaat komen en gaat denken, oh, als ik nou alles zou doen met deze racket, zou het dan heel anders zijn? Nee. Oké, dus de gameplay staat als een huis. Het verhaal is leuk. Hier zagen we even het roster. Ja, het roster heel genoeg characters? Ik vind het sowieso van waar we vandaan zijn gekomen na Ultra Smash, is dit een heel uitgebreid roster. Ook mooi dat er verschillende arena's zijn. En ik vind het vooral noemenswaardig dat Nintendo al vroeg aan heeft gegeven van, wij gaan dit roster uitbreiden. Dus je krijgt nou bijvoorbeeld Koopa Paratroopa komt eraan. Blooper is onderweg. Met toernooien? Ja, met verschillende toernooien kun je die dan vroegtijdig winnen. En uiteindelijk zullen die ook wel gewoon standaard hun intrede in het spel doen. En die online toernooien, dat ik hoop, maar dat is lastig om een beetje te proeven nou. Ik hoop dat dat heel erg gaat lijken op wat Nintendo doet met de Splatfests voor Splatoon 2.
Weet je, een leuk thema eraan koppelen. Iedereen zit weer even een weekendje lang competitive te knokken met elkaar. Maar dan nu misschien wel met wat leuke nieuwe tennissterren als beloning. Ja, super vet. En misschien ook wel DLC. Ja, nou ja, er komt dus sowieso wat gratis DLC aan in de vorm van dus blooper en verschillende andere. Ik bedoel, misschien ook betaald. Ik weet het niet. Oh, dat zou misschien ook nog wel kunnen. Dat is heel slecht van je. Ik wil mijn vriendin niet onder de bus gooien, maar een van de kanten is mijn vriendin en de andere kant ben ik. Just saying. Te vroeg op. Ja, maar dat ze was dus, ze vroeg van, hey, kan ik een charge opladen? Ja, je kunt zo'n slag kun je inderdaad een beetje opladen, maar dan moet je het wel natuurlijk op het goede moment doen. En dat is gewoon het hele idee van het spel, zo vroeg mogelijk je charge laden. Ja, nou ja, of zo vroeg mogelijk op de plek zijn waar de bal gaat komen en proberen de bal te slaan waar je tegenstander niet kan komen. Ja. En dat vind ik trouwens wel echt een punt om te onderstrepen, dat dit oprecht qua tennisspel zit er wel echt dat opvoeren van de druk in. Als je een rally hebt waarbij veel energie verdiend wordt en dergelijke, dan is het wel heel interessant om te zien dat geleidelijk aan allemaal iets sterker wordt. Tenminste, als je serveert. Want blijkbaar was ik hier, ik denk mijn vriendin, aan het leren welke knoppen welke zijn. Want dit was letterlijk de eerste potje. Ja, precies. Speelt ook als Daisy. Super schattig. Ja. Nou, dan heb je ook nog power-ups. Je zag er net al één dat je met first person kan schieten. Maar heeft elke character ook zijn eigen super? Ja, je hebt dan die focusslag en je hebt dan de sterrenslag. Voor de sterrenslag moet je dus je complete meter opladen en dan pas kun je hem inzetten. En ja, daar zit een soort van toffe animatie bij die per speler dus weer verschilt. Dus Mario heeft er eentje waarbij die soort van wall jumps doet. Yoshi heeft er eentje waarbij die vleugels krijgt en een stukje gaat vliegen en dergelijke. Waluigi heeft er eentje dat hij heel geniepig een roos in zijn mond heeft om een of andere bizarre reden. Dus ja, wat dat betreft zit er wel wat variatie in en dergelijke. Ja, je ziet er ook dat je nog twee moves hebt. Je hebt een slow-mo move en een move dat je in één keer van links naar rechts. Ja, dat is dan de stuntslag. En dan inderdaad, je kunt de tijd vertragen met de energie die je hebt opgebouwd. Maar goed, dat is dus ook weer het hele spelletje. Hoe ga je met die energie om? Wil je die spenderen zodat je dit soort moeilijke schoten kan raken? Of wil je die gewoon helemaal opladen zodat je één zo'n shot kan doen waarmee je letterlijk de racket van een tegenstander kapot kan slaan? Ja. Nou, dat is hier niet het geval, want we zijn gewoon Shy Guys van een trein af aan het mieteren. Maar goed, dat zijn ook de leuke kleine variaties die dan in die verhaalmodus zitten. Ja, ik vind het superleuk uitzien en ik ga er zelf ook mee aan de slag. Ik heb het idee dat we mensen naar de review nog een keer gaan verwijzen. Ja, nee, dat zou ik ook helemaal zeggen. Als je zoiets hebt van, wauw, wat is dit interessante gameplay? Wat zouden die gasten van GamersNet er wel niet meer van vinden? Ga dan vooral naar de videoreview of naar de geschreven review op gamersnet.nl. Nou, lijkt me heel erg mooi. Dankjewel Tom voor deze introductie in de wondere wereld van Mario Tennis Aces. En als jullie echt alles willen weten over de game, gamersnet.nl is jouw plek. En wij zitten voor jou klaar om alle games te checken en te voorzien van een mening. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? Laat het weten. En laat dat weten. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. Tot snel. Smash je later. Nee. Goede service. Ik hou wel op.